Hallo mensen, hoe gaat dat? Mijn naam is Rick en welkom bij een nieuwe tutorial. Hoe gaat dat? Ik ga vandaag laten zien hoe je in Photoshop een sneeuweffect zoals deze kan maken. Het duurt niet heel lang, dus kijk maar even mee. Ik heb hier een afbeelding uitgekozen waar ik op het sneeuweffect ga maken. De eerste, je maakt een nieuwe layer aan, dat is dit pictogrammetje, daar druk je op. Dan heb je nu Lea gemaakt, dan druk je op dit soort van halve maantje. En dan druk je op de bovenste. En dan ga je naar zwart toe. Ook. En dan ga je even naar filter, dan druk je op pixelate. En dan moet je deze kiezen. Dan druk je op oké. En dan zie je al dat hier een soort van sneeuwvlokken zijn gecreëerd. En het is heel belangrijk dat deze op CorsaDot staat, want anders is het allemaal veel te klein. Dus zet hem op CorsaDot en druk dan op oké. Dan heb je al dit en dan ga je, dan staat hij nu op normal en dan druk je op screen. En dan zie je al dat er een soort van sneeuwvlokken zijn ontstaan, maar er zit nog niet echt diep in, dus daar gaan we nu even verandering brengen. Je maakt weer een nieuwe layer aan. En daar druk je weer op dat halve maantje en dan doe je solid color zwart. En dan ga je naar filter, pixelate en dan weer die ene. Druk je op oké. En hij moet weer op CorsaDot staan. En dan heb je weer dit en dan ga je even naar filter weer, pixelate en dan de tweede. Dan zie je al dat grotere vlokken worden. Je kan hier de grootte bepalen. Ik doe meestal 8 tot en met 12. Dus moet je even kijken wat je mooi vindt. 12 is al gelijk een stuk groter. Dus ik doe 8 vandaag. Druk je op oké. En dan zie je dat er al grotere vlokken zijn. Nu staat hij op normal en dan gaan we hem op screen zetten. En dan zie je al dat er nu grotere vlokken bij zitten. Alleen je hebt nog niet echt het effect dat het beweegt. Dus daar gaan we nu even verandering in brengen. Ga naar filter. Ga naar blur. Druk je op motion blur. En dan zie je al dat het nu meer beweegt. Je kan hier de richting veranderen. Ik doe hem zo. En dan kan je hier nog de... instellen hoeveel die het blurt. Ik zet hem even op 14. En dan druk je op oké. Ik ga deze ietsjes, de opzijde ietsjes minder zetten. Zo. En dan ben je best wel snel bij een leuk resultaat gekomen. Heb jij nog een leuk idee voor een nieuwe video? Hoe gaat dat? Laat dan hier even in de comments achter. En laat een blauw duimpje achter. En abonneer natuurlijk op GaatDat. En dan zien jullie de volgende keer met een nieuwe video op GaatDat. Mijn naam is Rick en ik zeg later.